James Dean, Marlon Brando, Indiana Jones, Rock Hudson, Marilyn Monroe. Mijn broer, allemaal legendarische figuren. En één ding hadden ze gemeen, namelijk de broek. Meer bepaald de jeansbroek. Uitgevonden door een Levi Strauss, een beroemde goudzoeker die zijn broek scheurde in de Gold Rush. En aan zo'n plant met stekeltjes. La cactus. Oh. En het dan maar niks beter opvond dan zijn eigen tentje te verknippen. En met behulp van klinknagels de eerste jeansbroek uit te timmeren. De jeansbroek dus. Kortom, het werd een succes voor Strauss. Maar zwart, ik hoor hoefgetrappel. Dit is minstens 40 pk. Hey Bart! Kom net dat tijdje om. Ga naar omhoog. Hup, vanaf. Mannen, dat is Bobby aan schoepen. Geen valse akkoorden, hè? Want... Pot verdekken. Ik heb geen kogels bij. Draag sokkeren en spijkerbroek. Voor de viel, maar ook voor de look. Zo'n broek heeft toch echt kwaliteiten. Ze is mooi en ze is niet te verslijten. Kijk naar de quo of naar Lucky Luke. Of naar John Wayne op het witte doek. U weet dat ik Wol en Terlenka vervloek. Ik wil een spijkerbroek. Hij wil een spijkerbroek. Ja, goed mannen. Merci, Bobbejaan. Ah, ja. Bobbejaan, hoe zit het dan juist met die jeans? Wel, die jeans zijn in Amerika nog heel populair, maar... Maar hier toch ook? Ja, hier vind ik dat een beetje de tijd gepasseerd is van de jeansbroeken. Dat was een trend? Dat was een trend, ja. Oh, dat is spijtig eigenlijk. Ja, maar er dragen veel artiesten de naam van Jean, hè. Die hebben zich nou de naam van Jean genoemd, hè. Ah ja. Jean Kelly. Ginger Rogers. Gina Lolo Brigina bijvoorbeeld? Ja, James Dean? James Dean. Regine Sklauert. Ja. In China zijn ze ook heel bekend. Ja, oh, dat was ik over 14 dagen. Maar allemaal dragen daar jeans. Oh ja, en hoe wordt die daar genoemd? De naam van ja. In China? Ja. Ah, Jean Jinx. Ah, ja, er zijn ook nog dingen. Shields Brook. Shields Brook. Je hebt nog Walter van den Broek. En Dr. Hoek, en die zingt trouwens ook een liedje over dat soort broek. Ken die man niet. Zingt die dat? Ja. Allee, de scholie? Dat is een mooi liedje. Ah, een mooi liedje. Als u in uw vingers knipt, kunt u het zien. Oké, bang. Knip. In uw boek Bobbejaan, Jommeke in Bobbejaanland, zegt u bijvoorbeeld, ik citeer, die Amerikaanse papzakken zullen mij niet te grazen nemen. Ja. Bedoelt u daar misschien mee dat men eigenlijk niet per se uit Amerika moet komen om cowboy te zijn? Nee, waarom? Er zijn in Vlaanderen toch ook goede rockgroepen. Komen ze ook uit Amerika niet? Vlaamse rockgroepen. Maar ja, dan mogen toch Vlaamse cowboys zijn ook. Ja, en als u nu eens echt de puntjes op de i wil zetten. De puntjes? Puntjes? Ja. Staat er maar één puntje op een i? U hebt gelijk. Ja. Van waar komen bijvoorbeeld jeans? Van waar komen die? Wel, ik denk dat die... Het woordje Nim, kent u dat? Een Franse stad. Ah, dat wist u? Ja. Ja, dat is een slimme. Ja, wel, dat is een Franse stad. Dat maakten ze 100 jaar geleden, hè? Al jeans, wist je dat? Ah, dus jeans, ça vient de Nîmes, denim. Ça vient denim. Ja, men fluistert ook wel eens dat jeans zouden in Italië gemaakt zijn. Heb je weer het Franse jean en zo. Ja, dat is Genua, jean, jeans. Dat is meer spaghetti jeans. Ja, inderdaad. Ja. Maar met de Amerikaanse Indianen is het ook niet zo pluis eigenlijk, hè? Wel, waarom niet? Maar de Amerikaanse Indianen, hè, dat wist je niet, hè? Nee. Ja, wel, die komen uit Azië, hè? Wist je dat? Uit Azië. Tot ziens, beste kijkers, ook namens Bepaard.
dat hele genie in de camera staart. Nog veel is genot met de eindgeneriek. En nogmaals, mijn paard is echt even genie. Zabdaboe, zabdaboe, zabdaboe. Wanneer men uw paard eens opmerkzaam bekijkt, zou men durven zeggen dat het op Boy George gelijkt. Alleen is uw paard niet zo hevig geschminkt. Laat nog eens horen hoe goed of u klinkt. Volgende week.